Op deze parkeerplaats in het stadspark komt een skatepark. De wethouder wil dat het eerste deel dit jaar nog klaar is. De gemeente is al langer op zoek naar een locatie voor een skatepark, omdat er nu te weinig zijn voor het aantal skaters. Rollend Groningen, een organisatie die zich inzet voor betere skatevoorzieningen in de stad, is blij met de plannen. Heel blij. We hebben er lang op gewacht. We zijn natuurlijk lang mee bezig geweest. Maar het is wel heel mooi om te zien dat we nu echt goede stappen maken. Wat vind je van deze locatie? Ja, super. Heel blij mee. Het is fijn dat het in het park is, centraal gelegen. Ja, ook de parkomgeving leent zich wel heel goed voor een skatepark. Omdat er gewoon veel mensen voorbij komen lopen. En mensen kunnen hier eventjes op een bankje gaan zitten. En dan gaan kijken. Het is gewoon een leuke, mooie open plek. Nou, dit is een plek waar, het is al geasfalteerd, dus we hoeven niet een plek uit te kiezen waar we nog asfalt aan moeten leggen. We willen ook iets minder auto's in het park en in plaats daarvan een hele mooie manier om te kunnen sporten en bewegen. Want dat vindt hier, als ik om me heen kijk, veelvuldig plaats. Dus ook die combinatie van sporten en bewegen in dit park past heel goed bij elkaar. Er moet nog een ontwerp voor het skatepark gemaakt worden. Rollend Groningen wil vooral dat het gebruikt kan worden door beginners en ervaren skaters. We hebben bijvoorbeeld Daniel Morages, is een Groninger en is Nederlands kampioen geworden, recentelijk. Nou, daar zijn we natuurlijk heel trots op, maar hij moet ook bijvoorbeeld, en hij is niet de enige, maar ook aanstormen met een ander talent, moet een plek hebben waar ze ook op niveau kunnen skaten. En dat hopen we hier wat te gaan realiseren. Dat is ook gebleken uit de behoeften. We hebben ook gekeken van, het zijn 1500 sporters, daar hebben we naar gekeken. Maar ook de wens om toch iets moeilijker obstakels te hebben om op te kunnen oefenen. En ook omdat het ook een Olympische sport geworden is, is er gewoon heel veel behoefte aan een plek. Om los van het feit dat je gaat sporten, maar ook om te ontmoeten. En dat hebben we onderzocht en we zijn op deze plaats uitgekomen en hebben daar ook middelen voor uitgetrokken. Nu is het bijvoorbeeld gewoon slecht weer, dus dan kun je eigenlijk nergens skaten buiten. Maar als het zomer is of mooi weer, dan zitten alle parkjes super vol. En groep is zelfs wel sterk groeiende nog. Dus ik verwacht wat drukte.